En aangezien alle disciplines hier aan bod komen, ook het trampolinespringen met de beste Belg van het moment, Damien De Becker. Uit La Vaillante, Tunisie. Op het jongste wereldkampioenschap in Hannover finishte hij als 60ste. Daar heeft ons land dus nog wel een weg af te leggen. Vooraleer het zich tot de wereldtop kan rekenen. En hij opende met een drievoudige salto voorwaarts, hoek met halve draai, toch hoogste moeilijkheid. Nu gaat hij verder met een reeks van dubbele salto's met schroeven. En een goede oefening. Damien De Becker is trouwens nog maar 21, heeft dus